maar ik ben in de tussentijd wel verder gegaan met mijn reisplannen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu in Portugal ben. Be free! Want ik heb lang geen filmpje gemaakt, omdat ik... Ja, heeft alles te maken gehad met een burn-out en allemaal dingen aan de hand. En ga ik het allemaal nu niet over hebben. Maar ik heb in de tussentijd wel mijn reisplannen doorgezet. Ik heb mijn busje gekocht. Ik ben Antikraak gaan wonen. Ik heb al mijn spullen weggedaan. En ik ben in Nederland al mijn busje gaan wonen. En toen ben ik naar Portugal gereden. In de tussentijd is een hoop veranderd. Ook mijn haar veranderd. Kijk, dreadlocks, pony. Ja, helemaal anders. Ik voel me er helemaal te gek mee. Helemaal blij, helemaal ik. Woehoe. En nu wil ik jullie graag voorstellen aan mijn grote trots, Gompie. Tadaa! Dit is Gompie. Mooi hè? Hebben mijn vrienden gedaan in Den Haag. Helemaal mooi met graffiti bespoten. Hier staat mijn naam. Dit is de andere kant. Ook een prachtig kunstwerk. Biertje op het dak. Staat er al heel lang. Geen idee hoe die daar blijft staan. Ja, en heeft een van mijn vrienden op de achterkant dus een hele gekke mevrouw getekend. Ik heb echt geen idee wie het is. Nou, dat is dus Gompie, mijn Mercedes-Benz uit 1977. Veel mensen raden het me af om hiermee naar Portugal te gaan. Maar ik heb het toch gedaan en ik heb het gered. Woehoe. Nou, dan ga ik jullie nu even een rondleiding geven aan de binnenkant van Gompie. We gaan even bij de gekke mevrouw naar binnen. Dat is makkelijk. Tadaa! Dit is mijn huisje! Oep! Ah. Zo. Ik zal even een lichtje aandoen. Kijk, ledlampjes. Leuk, gezellig. Nou, dit is dan mijn keukentje. Potjes opgehangen. Het is allemaal zo klein. Lastig te filmen. Zo. Zo. Een keer een raampie. Dit is dan mijn bankje. Daar slaap ik ook op. Mijn ukulele opgehangen. En daar heb ik hier, kijk, broekzakjes opgehangen, tasjes. Veel leuker dan die saaie camping, tas, dingen. En dan heb ik hier, oh wacht even, mijn gouden wc. Tadaa, gewoon een potje, super handig. Kun je heel veel legen. Dan doe ik zo de deur open. Ah, en dan ga ik zitten. En dan heb ik zo'n fantastisch uitzicht. Nou, heb ik niet heel erg verkeerd gedaan, toch? Mijn nieuwe leventje zo. Ik ben zo blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Vooral als ik nu naar de situatie in Nederland kijk, ben ik zo, zo dankbaar dat ik nu hier in Portugal ben. Wat ik nu aan het doen ben, is voornamelijk communities aan het afgaan. Omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in die manier van leven. Vooral de zelfvoorzienendheid. Want wat ik heb gemerkt, is dat als je op die manier leeft, met je eigen water, je eigen tuintje, je eigen stuk grond, heb je helemaal nergens last van. Ik kom op plekken, je hebt niet eens in de gaten wat er aan de hand is in de wereld. Soms dan bel ik vrienden en dan krijg ik te horen wat er allemaal gebeurt in Nederland. Denk ik, jeetje, ik merk er helemaal niks van. Dus
Vandaar eigenlijk ook dat ik weer ben begonnen met vloggen. Omdat het voor mij nu gewoon heel goed voelt om dit proces met jullie te delen. Om te laten zien wat de mogelijkheden zijn om in community te leven. Of zelfvoorzienend op je eigen stuk land. En wat voor vrijheden en mogelijkheden het allemaal wel niet biedt. Want ik denk toch dat dat wel een van de dingen is waar we naartoe zullen gaan. Aangezien deze gekke situatie in het huidige systeem. Ik geloof er niet meer in ieder geval. En ik ga me nu focussen op de toekomst die ik graag voor me zie. Op de manier van leven hoe ik dat graag wil. En ik ben ook op zoek naar mijn eigen stuk land. En ik wil jullie graag meenemen in dat proces. Misschien zijn er meer mensen die zo denken, die dat voelen van ik moet weg. Ik wil meer in harmonie met de natuur leven. Ik wil zelfvoorzienend zijn. En ik neem jullie graag mee op mijn reis, op mijn zoektocht. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Dus tot de volgende keer. Dan zal ik laten zien op welke community ik nu ben. En wat er hier allemaal gebeurt. En hoe ze hier leven. Super interessant. En ik zie jullie graag dan de volgende keer. Doei!